Een hele goede dag. Bitcoin breekt alle records. We zien een enorme inflow, nieuw geld de markt binnenstromen. Hoe zit het precies en hoe staat het ervoor met de Bitcoin koers? En we zien Rune, R-U-N-E, zien we heel erg goed presteren. Ook daar gaan we vandaag naar kijken. Blijf dus zeker kijken. Laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Ja jongens, data liegt niet. Het zijn gewoon feiten en we zien dus momenteel ook gewoon een enorme inflow in de markt binnenkomen. Met name via de Bitcoin Spot ETF's. Hè. Ik heb natuurlijk al aangegeven, ik verwacht dat het gewoon veel impact gaat hebben op de koers. We hebben natuurlijk in eerste instantie de hype en de momentum richting een potentiële goedkeuring gezien. Daarna hebben we een stukje winstneming gezien toen uiteindelijk die goedkeuring kwam. En nu zie je dus ook echt het daadwerkelijke effect van de Bitcoin Spot ETF vorm krijgen. We zien dus ook al geruime tijd enorme inflows gaan. Natuurlijk zit er af en toe een mindere dag tussen, maar over het algemeen is de groei behoorlijk stabiel. En als je even naar onderen kijkt, zie je dat 12 maart 2024 we de grootste instroom tot nu toe hebben gezien, namelijk 1045. Dat is dus ruim 1 miljard aan inflow vanuit de Bitcoin Spot ETF's richting de markt. Dat betekent dus dat mensen die kopen zo'n Bitcoin Spot ETF, ETF providers, die gaan dan de markt op om vervolgens één op één die bitcoins te kopen. En dat zorgt dus voor directe koopdruk op de markt. Het zijn gigantische hoeveelheden. Het is echt absurd. Je moet er niet op verkijken hoeveel geld dit is. Nou ja, goed, ruim een miljard in één dag tijd. Hè? Er zijn dagen dat je het niet in de broekzak hebt zitten natuurlijk. Ook als we even wat naar beneden scrollen, dan zie je dus mooi dat dus de inflow echt gigantisch is. En natuurlijk mooi het chartje van de inflows aan de ene kant en de outflows aan de andere kant. Dat is natuurlijk van Grayscale, hè, die vragen een hoge fee. Met als gevolg dat partijen die dus in zo'n ETF zitten van Grayscale, dat verlaten en op zoek gaan of naar andere investeringen of bijvoorbeeld naar andere spot ETF's. Dus een deel hiervan zal ook vloeien weer naar deze kant toe, naar de andere ETF's die wel goedkope fee kosten hebben. Nou, een deel zal ook bijvoorbeeld de markt verlaten. Maar goed, dus dusdanig veel nieuwe inflow, dus ook vanuit dus buiten Grayscale om, dus wat dus de markt wil betreden en dat dus alleen kan doen via zo'n ETF. Dat zien we dus ook volle bak gaande. Het ziet er gewoon ontzettend goed uit. En ik denk eerlijk gezegd dat die trend ook gewoon rustig door gaat zetten gedurende de rest van het jaar. Hè, het is over het algemeen wat trager bewegende geld. Hè. Het is een traditionele markt en daar komt het erg vandaan. Het zijn hele passieve beleggers. Ja, het duurt eventjes voordat je dat soort mensen op gang krijgt, voordat ze eindelijk een keer gaan investeren in zo'n ja, volatiele asset als Bitcoin. Maar je ziet dus wel dat die inflow wel serieus en ook behoorlijk stabiel is momenteel. Ook als we onze grote vriend Velo data er even bij pakken, zien we dat die Bitcoin Spot ETF's, hoeveel invloed dat heeft. Dat is niet alleen Bitcoin Spot ETF, maar wel voor een groot deel natuurlijk. Maar ook gewoon van binnen de markt zelf zijn er gewoon heel veel mensen die Bitcoin Spot aan het kopen zijn op exchanges. Dus dat zie je mooi terug. Stijgende lijn, blijft vrolijk doorzetten. Pusht weer voor nieuwe highs hier. Ondertussen funding is ietsje aan het oplopen. Niks noemenswaardigs. Open interest is gewoon neutraal. Niet zoveel geks aan de hand. Kortom, een zeer stabiele uptrend. Ja, in mijn ogen nog steeds niet echt een reden om te kijken naar 30% correcties of meer. Is het mogelijk? Absoluut. Kan altijd gebeuren. Hè, onverwachts kan er van alles en nog wat gebeuren, waardoor dus wel in één keer een klapper omlaag komt. Want nieuws zie je namelijk gewoon niet aankomen. Maar op dit moment, puur kijken naar de data die we nu hebben, zou je daar gewoon geen rekening... Of laat ik zo zeggen, je moet er wel rekening mee houden. Maar ga ik er persoonlijk niet vanuit dat het gaat gebeuren. Ik denk namelijk dat we de weg omhoog gaan vervolgen. We hebben net een nieuwe autumn high neergezet. Stukje consolidatie, stukje winstneming gezien. En nu lijken we dus echt de trend serieus omhoog door te gaan zetten. Je ziet maar heel zelden, het maakt niet uit wat voor asset het is. Of nou crypto, of bitcoin, of aandelen is. Als je ziet dat na een lange periode, denk aan meerdere jaren, in één keer de autumn high weer wordt gebroken, dan zie je vaak dat die niet met een paar procent eroverheen klapt, maar dat die meestal gewoon echt flink met 50%, met 100% of zelfs veel meer eroverheen klapt. Laat staan een volatiele asset als Bitcoin. Dus je mag gewoon echt wel hogere prijzen verwachten op Bitcoin. Ziet er gewoon fantastisch uit. En ik heb op dit moment dus echt geen reden om daaraan te twijfelen. Als eventjes naar de TradingView grafiek gaan, dan zien we mooi dat ik een leveltje heb toegevoegd. De 100.000
En het is natuurlijk niet iets waar ik nu in één keer over begin te praten. Ik heb het ook in de vorige bear market, heb daar veel over gesproken. Ik verwacht Bitcoin boven de 100k uiteindelijk. En dan maakt me geen zak uit wanneer dat gebeurt. Of dat nou volgende week is, volgend jaar of over 10 jaar. Ik verwacht gewoon dat die er gaat komen. Ik geloof in de fundamentals van Bitcoin. Ik weet dat er gewoon veel vraag naar is en veel meer vraag naar gaat komen. Dus het is gewoon een logisch rekensommetje. Zeker ook als je weet dat Bitcoin ja, relatief schaars is en ook niet meer dan 21 miljoen in totaal van zullen zijn. Daarnaast zijn er ook een hele hoop al verloren gegaan, hè, wallets waar geen toegang meer tot verkregen kan worden, omdat bijvoorbeeld de keys zijn verloren, omdat de persoon in kwestie die dat beheert, dat die is overleden. Er zijn zoveel manieren waarop je dus je Bitcoin kan kwijtraken. Dus de schatting is dat er al een x aantal miljoen verloren zijn gegaan waar je nooit meer bij zou kunnen komen. Heel af en toe wordt nog een keer zo'n walletje geopend. En daar, dat kun je op Twitter kun je ook mooi van die meldingen daarover volgen. Eens in de zoveel tijd komt er weer zo eentje voorbij. Maar meestal is het toch wel verloren gegaan. Betekent dus dat het nog schaarser is. Nu heb je dus ook dat ja, in Amerika op grote schaal die Bitcoin spot ETF's worden gekocht. Dus er zijn niet zo gek veel Bitcoins. En er is wel enorme vraag daarna. Dus ja, onderschat niet waar de prijs helemaal heen kan gaan bewegen. Ik denk dat de 100.000, dat het een formaliteit gaat zijn. Dat we ongetwijfeld winstnemingen daar gaan zien. Dat is voor heel veel mensen een belangrijk mijlpaal. Het is ook een rond psychologisch getal. Dus je mag er wel interactie gaan verwachten. Maar uiteindelijk verwacht ik persoonlijk wel wat hogere prijzen. Waar we dan uiteindelijk heen gaan, geen flauw idee. Interesseert me ook helemaal niks. Ik neem gewoon op de weg omhoog, neem ik stukjes winst. En ik zie vanzelf waar de top komt te liggen. En dat is de enige juiste manier om ernaar te kijken. Wat voor nu van belang is, 69.138 vasthouden. Doen we dat, mogen omhoog kijken richting, jawel, 100k. Gaan we hieronder sluiten, dus zetten een flinke wick neer en belanden we dus alsnog hieronder, sluiten we hieronder. Ja, dan zouden we misschien een wat diepere correctie kunnen gaan zien en wat meer afkoeling kunnen gaan zien. Maar ik verwacht nog steeds niet dat we 53k op gaan zoeken. Ik denk dat we deze bullmarkt niet meer gaan doen. Misschien straks in de volgende beermarkt. Maar ik denk voor nu niet echt heel erg interessant om daarna te kijken. Is het mogelijk? Absoluut. Is voor de hand liggend in mijn ogen niet zo heel erg in dit stadium van de markt. Dan gaan we even kijken naar de Bybit chart, de Bybit spot chart. We traden dus ook gewoon vrolijk door. Ik heb letterlijk net nog een nieuwe call klaargezet voor de educatiegroep op Injective. Specifieke details vind je in het call kanaal, dus zorg ervoor dat je lid bent als je dat graag wil volgen. Uiteraard alles op eigen risico, hè? Dat is hoe we dat altijd doen met trades en investeringen. Ik deel gewoon mijn eigen setups, die speel ik dan. Ik deel ze vervolgens ook, maar dat is puur ter educatie. En dan kun je ze eventueel zelf meespelen als je dat graag zou willen. Maar het is wel altijd op eigen risico, hè? Dus zo moet je er ook naar kijken. We hebben natuurlijk nog steeds orders klaar liggen op de Bitcoin trade op 63.870 op Bybit dus. Gaat dat komen? Geen idee. Als je er komt, ja, dan gaan wij in positie komen. En dan hopen we natuurlijk dat het een snelle wick gaat zijn. Even de liquiditeit hier pakken en dan de klapper omhoog. Ik zeg niet per se dat die entry nog gaat komen. Sterker nog, ik neig er steeds iets meer naar dat we gewoon meer expansie omhoog gaan zien. En dat die trade niet meer gaat komen. Ja, heel simpel. Als hij wegloopt, dan loopt hij weg. En dan kijken we naar nieuwe kansen. We hebben natuurlijk dus nieuwe trade op het oog op Injective nu momenteel. We hebben ook net een nieuwe positie gevuld op Flip. Chain Flip, als ik me niet vergis. Ja, zo blijven we gewoon rustig doortreden. Dus waar je op de ene positie niet in positie komt en de andere juist weer wel. Ja, op die manier kun je elkaar gewoon afwisselen zonder dat je FOMO hoeft te hebben. Zonder dat je druk moet gaan maken van ja, shit, hij loopt van me weg. Ik kom niet op positie. Wat nu dan? Punt 1, heb ik gewoon andere trades lopen. En punt 2, ik heb gewoon langetermijn positie lopen. Dus als de markt besluit verder door te trenden en verder omhoog te gaan, ja prima, verdien ik ook geld. En als je dus dat voor elkaar hebt, als je dus gewoon een stukje investering hebt lopen, dan voel je ook niet zo die FOMO om overal maar in te gaan zitten springen, terwijl de koers hard aan het stijgen zijn. Want als die stijgt en ik kom niet in positie, maak ik winst. En als de koers daalt en ik kom wel in positie, maak ik nog meer winst als die daarna gaat stijgen. Dus hoe dan ook, win-win. Maar je moet gewoon niet te greedy worden, gewoon je kansen afwachten. En als je een setup op het oog hebt en je hebt je orders klaar liggen, laat het dan gewoon naar je toe komen. Laat de trade naar je toe komen en ga vooral niet te veel FOMO'en, zeker niet rond all-time high prijzen. Ja, dus deze staat nog steeds open. Uiteraard, als ik deze trade ga sluiten en dus de orders ga weghalen, zal ik dat ook gewoon in het call-kanaal uiteraard zetten. Ja, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ik kijk omhoog op Bitcoin. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Ik denk dat we de komende periode richting 80k gaan, 90k en wellicht zelfs al die 100k.
Denk eraan, we hebben momenteel nog die kortingsactie lopen. Hè? 50% korting krijg je als je een product uitkiest, tradecursus of educatiegroep abonnement naar keuze. Maakt niet uit of je een maand of 12 maanden neemt. Als je dan naar het betalingsproces gaat en je vult de code BOEL25 in, wordt er dus 25% van de prijs afgehaald. En kun je optimaal profiteren van een extra grote korting als je dus een abonnement kiest. Houd er rekening mee, de educatiegroep is hard aan het groeien. Betekent dus ook dat we graag kwaliteit willen bewaarborgen. En dus ook een ledenstop gaan toepassen binnenkort als we zo door blijven groeien. Wil je dus je plekje verzilveren? Wil je dus mee kunnen doen met de educatiegroep investeringen en trades op eigen risico? Dan raad ik je aan om dat wel snel veilig te stellen. De actie duurt tot en met aankomende vrijdag. Je hebt dus nog heel eventjes de tijd om van deze korting te profiteren. Ik zou zeggen, maak er vooral gebruik van. Dit is dus ook van toepassing op de tradecursus. Die vind je in onze online leeromgeving. Die krijgt een enorme makeover. Die wordt de komende periode wordt die echt ontzettend mooi gemaakt. Veel professionele gelikte, meer features worden toegevoegd. Je kan precies je proces volgen, waar je bent gebleven, wat je nog moet lezen, wat je nog moet kijken. En op die manier kun je nog beter leren over traden en investeren. Cursus vind je dus hier, die kun je dan uitvouwen. En vervolgens kun je dus alle hoofdstukken bekijken. Er zijn er een hele hoop, zijn uitgebreide hoofdstukken. Ik zal er even eentje openen. Bijvoorbeeld de support en resistance zones. Begin je eerst met een filmpje over hoe dit allemaal werkt en hoe je dit kan toepassen. Textuele uitleg in de basis van wat is het nou precies, waarom werkt dat zo goed. Hoe teken je het in op TradingView? Kun je gewoon de stappen volgen. Een paar tips erbij. Nou, hoe identificeer je ze dan? Kijk je naar de body en de wick met de uitleg daarbij. Vervolgens ga je verder door. Dus in eerste instantie support hier bijvoorbeeld. En ook bijvoorbeeld hoe het weerstand kan gaan worden. Daarna ga je verder tot strategie eromheen vormen. Dus je gaat het in samenwerking doen met supply bijvoorbeeld en Fibonacci. En op die manier kun je richting een setup gaan werken. En zo ga je steeds verder die materie in totdat je dat gewoon eigen gemaakt hebt. We verwachten dit jaar ook alle nieuwe video's geproduceerd hebben voor de cursus. Dus er komt wederom een nieuwe uitbreiding. En aangezien het een levend document is, heeft iedereen die ooit een tradecursus heeft aangeschaft, jaren geleden of deze week bijvoorbeeld, krijgt allemaal direct toegang zodra wij op publish drukken. En dan kun je alle nieuwe video's gaan bekijken die we toevoegen aan deze tradecursus. Zoals altijd en ook tijdens de kortingsperiode krijg je dus 1 maand gratis educatiegroep cadeau bij aanschaf van de tradecursus. Wil je dus profiteren, doe het dan vooral nu, dus met 25% korting, BOEL25, bij het betalingsproces. Alle linkjes staan uiteraard in de beschrijving van de video. Dan gaan we door en dan kijken we naar Rune. En dit is een van de coins die er gewoon ontzettend bullish uitziet. We zien momenteel hier wel een opbouw van weerstanden, maar vaak als je dit soort type weerstanden ziet, hè, met allemaal highs die niet zijn opgehaald, en je bent er zo agressief naartoe aan het lopen, wat je dan vaak ziet is dat die eerste high eruit getikt gaat worden. Dus ik denk dat we op weg zijn richting de 13.20, dus er is nog wel een stukje vanaf hier. Vanaf daar grote kans dat we iets van de winstneming gaan zien, een stukje consolidatie en dan waarschijnlijk er gewoon keihard overheen klappen. Dat is gewoon vaak wat je ziet bij dit soort charts. Dus rond zo'n key level zie je gewoon iets van winstnemingen, mensen die je short op gaan, mensen die je verkopen. Dan zie je dus als gevolg daarvan een stukje omlaag vaak, iets van een pullback. Daarna gaat hij consolideren, omdat mensen aan de onderkant ook gewoon rustig blijven kopen en erin blijven FOMO'en. Dan wordt er langzaam iets van een basis gevormd en dan kun je jezelf gaan positioneren, mocht je nog niet in positie zitten. Heb je nu geen positie lopen, zal ik heel eventjes afwachten. Wees er voorzichtig mee. Want mensen die nu in één keer besluiten in te gaan stappen, waarom heb je dat niet iets eerder gedaan? Je staat nu letterlijk 1410% hoger. En als je naar de recente impuls gaat kijken, is dat ook gewoon een stijging van 208%. Dus denk na, ga niet actief worden en kopen als iets dit aan het doen is. Nee, doe het als iets dit aan het doen is. Dus ga nu niet instappen, maar stel dat we bijvoorbeeld dit gaan doen en we gaan daarna iets van consolidatie in de pullback gaan zien. Ga dan instappen. Dus niet in groene candles instappen, alleen in rode candles. Kopen op rood, verkopen op groen. Dat is gewoon zo belangrijk. Heel echt een basisconcept is dat, basisprincipe. Maar als je alleen dat al aanhoudt, dan maak het gewoon zoveel makkelijker voor jezelf. Hebben de kans gelegen om eerder in positie te komen? Absoluut. Allereerst natuurlijk hier key low opgehaald op deze demand. 1.017 tot 0.810. Je had sowieso orders klaar kunnen leggen. Hè? Dus je had bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om hier jouw kooporders klaar te leggen. Dan was een mogelijkheid. Even kijken wat er nog meer open stond. Deze had je bijvoorbeeld ook kunnen spelen. Kijk, wat je hier ziet is dat je een high neerzet. Kijk, low, high, low en low.
Hier zet je een higher high. Dus je zet een higher high boven deze high. Dus dit is een top en dit is een hogere top. Dat noem je dan een higher high. Wat je dan daarna graag zou willen zien, zeker ook omdat je lokaal nog eens een keer wat doet. Dus high, low, higher high. Het enige wat je dan eens wil doen is de higher low ergens zoeken. Nou, dan zoom je één tijdframe in en dan ga je kijken. Zeker als je dit plaatje zo ziet, zie je gewoon letterlijk. Je hebt een impuls omhoog, je hebt een high gecreëerd, je hebt een low gecreëerd. Je hebt een higher high gecreëerd. Het enige wat je nu wil doen is kijken of je ergens de higher low kan gaan spelen voor daarna de volgende impuls. Nou, als je even gaat kijken, dan zie je ook mooi dat we hier de start van de impuls hebben. Dat je hier mooi een orderblokje hebt. En hier had je prima je orders klaar kunnen leggen. Dus het is gewoon simpel met de. Je hebt hier een higher high neergezet op macro vlak en lokaal vlak. Dus hier high en higher high. Maar je hebt ook hier een high, een low, higher high. Het enige wat je hoeft te doen is hier de higher low spelen. En ik kan me voorstellen als je deze video voor het eerst kijkt en je bent niet zo bekend met onze strategie, dat je denkt van higher highs, higher lows, demand, order blocks, wat is het allemaal? Mensen die ons al wat langer volgen en zeker mensen uit de educatiegroep weten over het algemeen precies waar het over gaat, omdat ze gewoon alle puzzelstukjes kennen en die eigen gemaakt hebben en nu zelf ook toepassen. Dus het is geen schande als je het lastig vindt of moeilijk kan volgen. Dit kun je allemaal gewoon leren. En zeker als je hier een tijdje mee aan de slag gaat, wordt het gewoon gesneden koek. En het is gewoon super repeterend. Het is gewoon strategisch, tactisch iets. Het is gewoon elke keer op dezelfde manier te werk gaan. Dus had je gewoon letterlijk je orders klaar kunnen leggen hier op de bovenkant van het orderblokje. Dit even dichter bij elkaar trekken, zo. Stoplosje onder de lows ergens. Hier bijvoorbeeld TP1 op 2R. En tadaa, daar is je setup. TP1 hier, TP2 bijvoorbeeld. Of hier, of bij de voorgaande high. En daarna laat je hem gewoon doorlopen voor een open target. Of bijvoorbeeld richting een main target op dat moment. En dat is gewoon deze high op de 13.20. Dus de setups lagen er echt wel. Kunnen ze even kijken of we hier bijvoorbeeld ook nog iets konden vinden waar je op had kunnen anticiperen. Even kijken. Fair value gapje. Onbalans in de prijs die hier ligt. Die is mooi opgevuld, hè? Wikje erin is voldoende. Daarna zie je, even kijken, de low. Dit is je MSB. Even kijken. Nou, higher high. Geen hele clean setup. Kijk, het mooiste was geweest als hij dit had gedaan en daarna hieronder was gekomen. Deze demand had teruggetest en dan de push omhoog. Dat was de ideale entry geweest. Nu zie je bijvoorbeeld dat de koers al verder omhoog begint te pushen. Zet je wel lokaal higher highs en higher lows neer. Had je ervoor kunnen kiezen om aan de start van de impuls hier nog een keer te kijken naar een setup. Had je dus ook hier nog een kans kunnen benutten. Dat was eigenlijk de laatste echte kans die je kon benutten. Nu zie je gewoon expansie, parabolische prijsactie. Fantastisch als je erin zit. Vergeet af en toe niet wat winst te verzilveren. Heel belangrijk als je zo hard aan de stijgen bent. Maar als je graag in een nieuwe positie wil komen, ben je gewoon even te laat. Kun je nu niks anders meer doen dan consolidatie afwachten. En vervolgens in de onderkant van de consolidatie naar een entry gaan kijken. Of wat je ook kan doen is de pullback afwachten en daarop anticiperen. Wat je nu in ieder geval niet kan doen is in deze prijsactie FOMO'en. Dan ben je echt verkeerd bezig en ik raad je sterk af om dat te doen en achter die groene candles aan te jagen. Want vroeg of laat ga je daar ontzettend veel geld mee verliezen. Ja, dus dat is een beetje hoe Rune ervoor staat. Ontzettend bully, ziet er erg goed uit. Ik kijk omhoog richting 13.20. Wellicht als we iets van consolidatie gaan zien, kunnen we in positie komen. Anders heb je helaas eventjes pech gehad. Bitcoin ook nog steeds fantastisch, hè. Ik kijk gewoon omhoog en het ziet er gewoon allemaal fantastisch uit. Ik denk dat de markt de komende maanden gewoon lekker rustig omhoog blijft trenden. Goed, tot zover de video. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Smash zeker even op die duim als je dit soort content tof vindt. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Denk dus aan die korting, hè. 25% korting. Je hebt tot en met vrijdag nog de tijd om daarvan te profiteren. Ik zou zeggen, maak er zeker gebruik van. Linkjes staan in de beschrijving van de video. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag toe. En ik zie je graag bij de volgende video. Laters!